is ook weer een nieuwe video, Hilt kan Floris. En vandaag ga ik een tierlist doen van alle kaarten op Clash Royale. Ik ga ze oordelen op ten eerste natuurlijk hoe goed ze zijn, maar ook gewoon hoe leuk ik ze vind. Dus het is niet een lijstje van welke kaart is het beste en welke het slechtste. Want dat is het niet. Het is dat wel, maar in combinatie met hoe leuk ik de kaart vind. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. En ik kan dit, want de balance changes komen er bijna aan, kan ik dit ook nog een keer gaan doen. En we gaan gewoon kijken of we de 2000 likes kunnen halen. En als we dat kunnen halen, ga ik dit zeker nog een keer doen. Misschien niet met kaarten, maar dan met decks of zo. Je kan heel veel verschillende tierlisten doen met Clash Royale. Ik vond dit een superleuk idee. Ik zag het namelijk in de comments. En wij gaan beginnen. Oké, let's go. Ik heb deze tiers gemaakt. Legends, beste ever. Gewoon de legends. En dan heb ik het niet over legendary kaarten, maar gewoon de legend. Gewoon de beste. Daarna strijders is ook heel goed. Dan hebben we prima. Nou, gewoon prima. Dan hebben we basic, basic fit, basic. Gewoon normaal. Niks. Gewoon niks. Geen mening. Dan hebben we erg matig. Denken van, nee, dat vinden we niks. En dan hebben we de weg ermee. Dat is gewoon troep. Daar wil je gewoon niet in de buurt bij komen. Oké. Het zijn natuurlijk best wel wat kaarten. Dus we gaan niet elke kaart te lange uitleg geven. Ik ga er redelijk snel doorheen. Ik heb hier wel zin in. En ik ben heel benieuwd hoe jullie dit vinden. E-barbs, weg ermee. Ja, weg ermee. Vind ik gewoon echt een verschrikkelijke kaart. Klaar. Archers. Prima. Vroeger had ik strijders gezet. Nu, ik heb een best wel een tijdje niet archers gebruikt. Prima. Kijk, de e-barbs, als je puur op goedheid, komen ze niet in de onderste tier. Maar ik vind het gewoon een vervelende kaart. Dus daarom, weg ermee. Baby Draak is wel een strijder. Ik vind hem wel vervelend, omdat ik de laatste tijd niet met Baby Draak speel. En als ik een Baby Draak zie, weet ik, oké, we zitten tegen Golem of Graveyard. Dus ja, Graveyard is nog wel leuk, maar Golem niet. Dus dat is een beetje een dingetje. Maar ja, het is wel een strijder. We kunnen, anders zou ik liegen als ik hem in prima gooi. Bandit. Ja, ik speel de laatste tijd zo erg mee. Ik vind het echt een legend. Ik zou hem nog heel even in strijden zetten. Misschien gaat hij nog naar legend. Ja, dit erg matig. Ik wil niet de weg ermee, maar ik vind de Barb Hut niet heel leuk. Barbs vind ik heel basic. Heel basic. Als je er tegenkomt, kan je ze lekker vuurballen. Dan ben je blij. Basic. Barb Barrel. Prima. Vroeger vond ik die misschien nog wel een strijder. Nu zou ik hem prima vinden. Bats. Prima. Nou, geen uitleg nodig. De verschrikkelijkste kaart in het hele spel misschien wel. De healer, wegwezen. Battoren, basic. Dart Goblin, basic. Ik denk als ik hier meer... Ik heb deze niet max level. Als ik hier veel mee ga spelen, gaat hij sowieso hoger. Maar voor nu, basic. Bomber is een strijder. Ja, het is een verschrikkelijke kaart, maar ja, ik gebruik hem nu zoveel. Nee, weet je wat? Ik doe hem gewoon in prima. Nee, ik doe hem in strijder. Ja, strijder. We doen hem in strijder. Bomtoren, basic. Normaal is het prima. In mijn ballondekje speelde ik veel met bomtoren. Het is nu gewoon een hele slechte kaart. Maar in de volgende update wordt die gebufft. Dus dan zou ik hem waarschijnlijk weer hoger zetten. Bowler vind ik echt bijna weg ermee. Ik vind het zo'n vervelende kaart om tegen te spelen. Dit, ja, matig. Slechte kaart. Inferno-toren, basic. Mortier. Mijn lievelingskaart. Ook al speel ik de laatste tijd er niet heel veel mee. Omdat het niet zo'n hele goede kaart is op dit moment. Ook niet een slechte kaart. Maar ik heb nu gewoon een ander dekje. Maar de Mortier. Legend. Tesla. Strijder. Hele goede kaart op dit moment. X-Bow. Basic. Cannon card. Basic. Kanon. Basic. Heel veel basic. Ballon. Ballon. Ik speel niet meer met de ballon nu. Maar dit is wel... Ik heb daar heel lang mijn PR mee gehad met ballon. Ballon. Legend. Ballon. Zo'n leuke kaart. Ook om te... Ik vind het niet erg als ik verlies van een ballon. Als het Lavond is met ballon, dan wel. Maar anders niet. Ja, Golem. Ik vind... Oké, wacht. Golem zelf is erg matig. Ik vind het gewoon niet leuk om tegen de Golem te spelen. Het is wel een goede kaart. Maar ik zal hem al gelijk pakken. Nightwitch. Weg ermee. Nightwitch vind ik zo vervelend om tegen te spelen. Niet normaal. Witch, erg matig, gewoon saaie kaart. Clone. Clone, jongens. Jongens, het allerergste. Golem, Nightwitch, clone. Dan wil ik gewoon huilen, dan wil ik gewoon mijn mobiel uitzetten en wegwezen. Dark Prince is nu een strijder. Hele goede kaart. Earthquake. Basic. Electro Dragon, ja, vind ik erg matig. Vind ik een hele saaie kaart. Dit vind ik verschrikkelijk om hier tegen deze guy te komen. De Electro Giant. Alsjeblieft niet mij bellen. Ja, basic. Ik vind heel veel kaarten basic, merk ik nu. Basic. Elixir Golem. Kom niet in mijn buurt, alsjeblieft. Executioner. Ik vind Executioner wel een leuke kaart om tegen te komen. Ik vind hem alleen niet heel goed.
Ik vind hem alleen heel goed, dus daarom leg ik hem in basic. Firecracker is strijder zelfs. Firecracker vind ik een hele leuke kaart om mee te spelen. Om er tegen te komen, vervelend. Maar om mee te spelen, superleuk. Strijder, vuurbal. Ja, het is wel een spel, maar het is wel echt de leukste spel op dit moment. Dit vind ik verschrikkelijk, die hutjes. Oh, jongens. Don't get near me. Hey, dit is nu een elixir. Dit is echt een OP kaart op dit moment. Dan hebben we dit ding. Die gooien we in basic. Fly Machine, basic. Wel vervelend, maar ja, het is niet matig. Het is een goede kaart. Freeze. Heb ik gewoon allemaal helemaal niet echt een mening over deze kaart. Dit is gewoon matig. Spiegelbol, dus prima. Goblin Barrel, prima. Door de Fire Spirit, anders had ik hem in strijder. Goblin Barrel, het is gewoon wel een hele leuke kaart. Weet je wat, we gooien hem in strijder. Cage vind ik prima. Cage vind ik een leuke kaart. Vind ik een leuke kaart. Ik gebruik hem niet veel, maar het is een leuk idee. Leuke kaart. Gang, prima. Giant, basic, prima. Strijder Graveyard vind ik een hele leuke win condition. Ik merk nu dat er te weinig legends zijn, maar misschien is dat ook wel goed. Misschien komen er nog wel legends aan. We gaan het zelf zien. Heal Spirit vind ik heel matig. Hog Rider, kijk. Daar is een legend. Hog Rider. Moet ik dit uitleggen? Ik denk het niet. Hog Rider is gewoon een legend. Als je die niet in legend gooit, wat dan wel? Wat dan wel? Hunter vind ik basic. Ice Golem. Oh, komt ook in de buurt van legend hoor. Die Ice Golem is een kaartje, jongens. Daar kan je zoveel mee. Ice Wizard vind ik prima. Vind ik een leuke kaart. Vind ik veel leuker om dan de Electro Wizard om te gebruiken. Inferno Draak. Prima. Bijna strijder. Knight is bijna een legend. Het is nu dat de Knight niet zo goed meer is als vroeger. Anders was het een legend. Knight heb ik vroeger zoveel meegespeeld. Het is een kaart die je ook heel snel max level hebt. Knight is een strijder. Lavahond. Basic. Lightning. Erg matig. Magic Archer. Basic. Mega Knight. Prima. Mega Minion. Strijder. Hele goede kaart. Miner. Het zou een legend geweest zijn. Ik gooi hem nu toch in strijder, omdat hij nu gewoon zo slecht is met wat hij vroeger was. Anders was het een legend. Minion Horde vind ik prima. Vind ik toch nog een leuke kaart. Ook al gebruik ik hem letterlijk nooit. Vind ik het een leuk... Nee, wat lul ik. Basic. Minions wel echt prima. Mini P.E.K.K.A. zeker prima. Waarom doe ik een wifi... Oké. Dit is echt gewoon... Mirror. Jongens, mirror. Oh, verschrikkelijk. Moeder Witch... Erg matig. Ik ben gewoon jaloers op de mensen die een max level hebben. Wacht. Mijn facecam loopt een beetje vast. Wacht even hoor. Laten we dat even aanpassen. Bam. Zo. Nu is het weer beter. Dat kwam omdat ik twee dingen tegelijk aan het doen was. Gelukkig. Hoppatee. Als mijn facecam net een beetje raar deed, luister dan gewoon naar mijn stem. Oké, let's go. Musketier. Dit is een minor gevalletje. Dit is een minor gevalletje. Normaal wil ik dit in Legend gooien. Normaal wil ik dit doen. Maar ze zijn gewoon minder goed als vroeger. Dus ik moet ze nu in strijders gooien. Maar het zijn echt wel strijders, jongens. En nu zie ik ook gelijk dat dit niet in strijders mag. Dit hoort niet bij de rest. Oké, let's go. P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. vind ik wel leuk. Vind een leuke kaart. Chill om tegen te komen, omdat die niet heel goed is. Poison. Prima. Prins. Ik heb het nooit met die prins. Prinses wel... Strijder. Lumberjack, prima. Rage, oh jongens. En deze ook. Remrider. Echt, als mensen met geluid spelen, dan horen ze dan die Remrider. Remrider. Nou, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Saaie kaart. Hele saaie kaart. Rascals Basic. Was vroeger best wel goed, nu niet meer. Rocket, prima. Altijd lekker tegen de Sparky. Royal Giant, prima. Royal Hawks Basic. Erg matig. Skarmie ook erg matig. Want de enige manier dat je tegen Skarmie komt is met een clone deck. En dan wil ik niet tegenkomen. Dit is wel prima. Ik vind dit een leuke kaart. Dan hebben we deze Drakies Basic. Dit is zeker prima. Skellies. Nee, Skellies zijn strijders. De Skellies strijders. Je kan er zoveel mee namelijk. Dit is erg matig. Guards. Snowball was prima. Is nu basic geworden. Ja, dit eigenlijk ook. Dit is ook een strijder. De Iceberg. De Log, jongens. De Log. Ook. We gaan kijken of er straks wat meer Legends komen. Dit is echt... Oh, drie musketeers. Nee. Kijken of er nog... Zappies. Matig. Wizard. Ik gebruik nooit de Wizard. Echt letterlijk nooit. Sparky, matig. Ik zal even kijken voor lagen. Oké, dit waren alle lagen. Dan hebben we... Dit is een basic. Zap is een basic. Voor de rest. Dit is een basic.
Dan hebben we Nedo is prima. Leuk bedacht. Valkyrie is prima. Giant is basic, omdat ik gewoon niet goed ben met Giant. Wallbreaker is prima. Goblin Drill is toch wel een strijder. Omdat ik er nu gewoon mijn BR mee gehaald heb. Arrows wil ik in prima gooien. En dan gaan we nog heel even kijken. Want we hebben nu drie... Eigenlijk hoort er gewoon niemand te zijn zo legend als de Hog Rider, de Mortier en de Ballon. Dus ik ben hier wel tevreden mee. Ik denk dat ik hem hiermee ga eindigen. Ik wou hem niet te lang maken. Dit zijn gewoon de kaarten die je niet in de buurt mee wil komen. Niet best. Dan heb je dit, is het gewoon, ja, matig. Dit is het, jongens. Dit is het. Dit is het, denk ik. Heel misschien nog even kijken. Prima van iets van prima naar strijder. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik denk dat dit een heel mooi lijstje geworden is. Laat even achter. Hebben jullie echt iemand die ik in de erg matig of in de weg ermee heb, die jij in de Legends hebt? Of heb jij een Legend of strijder die jij in de weg ermee die hebt, zeg maar? Zijn er dingen die heel anders zijn bij mij dan bij jou? Laat achter in de comments. Ben ik heel erg benieuwd naar. Dit is mijn lijst. Ik hoop een grote video. Sorry dat de facecam misschien een beetje... Ik had het pas laat door een beetje aan het laggen was. Kijken of ik nog kan fixen. Nee, ik kan het waarschijnlijk niet fixen. Dan moet je me gewoon een beetje accepteren. Hoop een grote video, jongens. Bedankt voor kijken. Ik zie je bij de volgende video. En tot dan, mensen.